Dit is Groningen, de stad Groningen. Het is een echte studentenstad en Marloes kent Groningen van binnen en van buiten. Nou ja, van buiten. Samen met boswachter Bart gaat Marloes op ontdekkingsreis naar de achtertuin van Groningen. Vandaag naar natuurgebied De Onlanden. Vanaf de Martinitoren kun je het natuurgebied De Onlanden heel goed zien liggen. Daar is de A-kerk en daarachter, op ongeveer een kwartiertje fietsafstand vanaf hier, is hartstikke veel niks. En samen met boswachter Bart ga ik daar naar die hele hoop niks om te zien waarom deze achtertuin van Groningen zo belangrijk is om hier in de stad Groningen droge voeten te houden. Natuurgebied De Onlanden is een moerasgebied ten westen van de stad. De zachte ondergrond zorgt ervoor dat er niets gebouwd of verbouwd kan worden. En daarom worden het onlanden genoemd. Toch is dit onbewoonbare stuk land waardevol. Voor de koeien van Boer Sietse, voor zeldzame diersoorten en de onlanden beschermen de stad Groningen tegen wateroverlast. Nou, Marloes, we zijn nu in de onlanden. Kijk, daar zie je de Martinitoren. Ja. En daar zeg maar de suikerfabriek langs de A7, dus we zijn heel dicht bij de stad. Ja. En je zou denken als je zo kijkt dat het helemaal vlak is, maar dat is niet zo. Want eigenlijk is dit een beekdal. Heb ik deze kaart meegenomen voor je. En eigenlijk wat je ziet is dat wat rood is, dat is hoog, en wat blauw is, dat is laag. Al het Drentse regenwater, in ieder geval een derde van alle Drentse regenwater, dat stroomt zomaar naar de stad toe. En op het moment dat het heel veel regent en er is ook storm op de Waddenzee, ja? Dan kunnen we dat water niet meer kwijt. En dat betekent dat die stad onder zou stromen. In 1998 is het eigenlijk misgegaan. Toen hebben ze het Martini ziekenhuis moeten ontruimen en ook het Groningen Museum. Door wateroverlast. Ze hebben dijken door moeten breken. En daar is iedereen zo van geschrokken dat we hebben moeten besluiten om een gebied in te richten om dat water op te vangen. Ja. En dat is dit gebied geworden. Nou, en dat het gebied wat wordt ingericht, dat is in totaal misschien of eigenlijk net zo groot als de hele stad Utrecht. Wat, dit hele gebied? Ja, het is eigenlijk nog groter zelfs. Dat laat ik je op de andere kant van de kaart zien. Ja. Kijk, we staan nu bij deze boerderij in de buurt. Kijk, en hier ligt de stad. Ah, oké. Dus wij kijken nou daar naartoe. Ja. Nou, en wat we nu hebben gedaan is dat we een beekje hebben teruggevonden. Dat kun je nu heel goed zien. Dat is het Eelderdiepje. Ja. En dat hebben we helemaal teruggegraven. En eigenlijk komt hier de natuur weer zoals het eigenlijk altijd geweest is. En het is mooi om te weten en te bedenken dat we eigenlijk die natuur nodig hebben om veilig te kunnen leven in de stad. Natuurlijk helemaal te gek. Zo dicht bij de stad, daar zie je het cruiseschip. Zo wordt die genoemd. Ja. Informatiebeheergroep. En daar heb je de Gasunie. De Apenrots. En daarachter weer de Martinitoren. Nou, ze zitten eigenlijk heel dichtbij. Super dicht bij de stad. Ja. En mooie natuur. Als je dit zou maaien, dit hele landschap, dan blijft er geen bloem over. Er is alleen maar gras. Maar die koeien, die laten die bepaalde planten staan. Ja. En dat is eigenlijk heel interessant, want deze distels bijvoorbeeld, dit is trouwens een kale jonker heet die, daar genieten heel veel vlinders van. En als je deze bloem ziet, er zitten heel veel verschillende insecten op. Ja. Zo zie je eigenlijk dat die natuur die bloemen en die planten heel hard nodig heeft. Die koeien die nemen overal een hapje van, maar niet van deze planten. Dat is eigenlijk precies wat we willen. Een selectieve grasmaaier. Een slimme grasmaaier. Hallo. Hey Marloes. Zeg, jij komt me helpen koeien verwijderen? Ik ga je helpen koeien verwijderen? Ja, nee, verwijden. Met een korte ei. Dat betekent van de ene weide overplaatsen naar de andere weide. Aha. Heb ik hulp bij nodig. Omdat onze boswachter dit immense gebied niet in zijn eentje kan beheren, verpacht hij een deel van de onlanden aan Boer Sietse. Zijn koeien houden de vegetatie kort en laten bepaalde nuttige planten staan. Vlinders en andere kleine insecten profiteren daar weer van. Kijk, dat zijn de limousinkoeien. En die gaan we verwijderen. En ik heb je een stok gegeven. Ja. En dat is voor die grote stier. Zie je? Ja. Ja. Als hij te dichtbij komt, dan geef je hem een tikkie. Dan geef ik hem een tik tegen zijn poten? Ja, tegen zijn neus.
ik kan natuurlijk ook gewoon gillen en vragen dat je me komt redden. En wat is nogal een grote stier. Ja, het is een grote stier. Ja. Oké, ik doe die kalfjes wel, dat vind ik wel leuk. We hebben wat lokmiddel bij ons. Ja. Kijk, als je ze daarmee mee gaat rammelen, dan ga je ze lokken. En dan komen ze met je mee. Ja, als ik het niet in mijn eentje hoef te doen, dan gaan we dat helemaal doen. Kom maar! Kom maar! Moet ik even een beetje rammelen of zo? Kom maar! Jop! Kom maar! Kijk, daar komen ze al. Kom maar! Ja, dat vinden ze wel lekker, hè? Ja, als we zo doorgaan is die bak zo leeg. Hij moet niet helemaal leeg, hoor. Kom maar, jongens. En met een zware boerenstem, hè? Oh, kom maar, jongens. Kom maar, jongens. Ze kennen mij. Kom maar, jongens. Dat kennen ze niet. Ja. Nu, kijk, nu krijgen ze door wat er gaat gebeuren. Nou, zullen ze erdoor doen? Ja. Kom maar door, maar ze komen nog heel snel. Kom maar, jongens. Wow. Ach. Die zien het niet, kleintjes. Die lopen de verkeerde kant op. Ja, die lopen de verkeerde kant op. Ja, het is wel heel korrig, maar het is ook een beetje sneu. Want daar helemaal achteraan, daar, achter dat riet, daar zitten nog een paar kalfjes. En al die rest van die koeien, die zijn nou allemaal al de rest van het weiland ingegaan. En die kalfjes die staan nu hier. En die begrijpen niet dat ze dus hier langs moeten. Dus die staan er nou heel zielig in een eentje zonder hun moeders. Ja, maar dat is geen probleem, hoor. Als we nog even wachten, Marloes. Ja? Dan komen de moederkoeien komen zo terug. Ja? Ze gaan even de wijven kennen. En dan missen ze de kalfjes. En dan komen ze terug? En dan komen ze zo terug en halen ze de kalfjes op. Oh, daar komen ze wel voor. Ja. Kijk, zie je wel, daar komen ze. Nou, een flink tempo. Zo, hé. Ja, ja. Stampede noemen ze dat, hè. Kom maar, jongens, haal de kalfjes maar op. Tof dat ik met je mee mag lopen, Sietse. Leuk. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk, Marloes. Ik ben blij dat je mij geholpen hebt. Je hebt heel goed je best gedaan. Dat ging perfect, hè? Nou, Bart, ik heb 4 rijlessen gehad. Zal ik dan maar rijden? Er zitten maar 2 pedalen. Hoeveel rijlessen zei je? 4. 4? Ja. Laat mij maar even rijden. Ga maar even zitten daar. Okay. Dat lijkt me een stuk beter. Hij zit niet eens een gordel in, man. Hoe moeilijk kan dat zijn? Hou je vast. Dan gaan we. Ja. De onlanden en omliggende gebieden worden door snelwegen en bebouwing van elkaar gescheiden. Om planten en dieren de mogelijkheid te geven zich verder te verspreiden, willen natuurbeheerders deze gebieden aan elkaar knopen. Dat doen ze door het aanleggen van tunnels en ecoducten. Die weg die hebben we op palen gezet en zo gemaakt dat hier bevers moet door kunnen. Zonder dat ze natuurlijk plat gereden worden. Ja, waarom dan? Want die beper die heeft een plek zo groot als Utrecht aan de andere kant. En dan dat is wel waar. Moet hij nog een groter gebied hebben. Ja. Nou, het is heel belangrijk dat die bevers eigenlijk ook andere beverfamilies kunnen vinden. Waardoor er zeg maar vers bloed komt binnen die families. Niet alleen bevers kunnen zich dankzij de tunnels verspreiden. Dit deel van de onlanden is straks ook toegankelijk voor andere zeldzame diersoorten. Zoals bijvoorbeeld otters en hermelijnen. Onlanden zijn een en al nattigheid. In dit grote moerasgebied is er maar één echt droog plekje te vinden. En dat is het beeld. Dit punt is een verhoging in het landschap. En het is precies bij die bomen daar. Je ziet het bijna niet, maar het is echt een zandduin in dat hele grote moerasgebied. Dat ligt een stuk hoger? Ja. In vroegere tijden gebruikten monniken het beeld om te pauzeren. Wanneer ze op weg waren naar een nabijgelegen klooster. Ze trokken van Aduard naar Pijzen en konden op deze droge plek rusten en bidden. Dus na een hele lange reis door dat moeras, sompen door dat moeras, kwamen die monniken dus hier aan. Eindelijk droge voeten en een paar heilige beelden konden ze lekker even uitrusten. Op het beeld.
In 1998 stroomde zoveel regenwater van Drenthe naar de stad Groningen dat we dijken door moesten breken om droge voeten te houden in de stad. Als duurzame oplossing hebben de twee provincies besloten om de onlanden af te graven en er een wateropslag van te maken. Nou, zoals jullie wel zien is het hier enorm drassig. En om te zorgen dat al dat water hier vooral blijft en niet de stad Groningen in gaat, besluit ik om de boel even een handje te geven. Dus ik ga hier even een stukje afgraven. Dan kan al dat water hier mooi in. En dan houden wij lekker droogvoeten in Groningen. Kijk, dat is het betere werk. Tijdens de overstromingen begin dit jaar konden we al heel veel water in de onlanden kwijt. Ook het land van boer Sietse moest eraan geloven. De koeien hebben plaatsgemaakt voor het water en het land is nu een toeristische trekpleister. Zodra het water is gezakt, kan er weer gegraast worden. De onlanden zijn een win-win situatie voor mensen, dieren en het water. Dankzij het regenwater dat we hier opslaan, trekt deze achtertuin van Groningen nu ook bevers en andere zeldzame diersoorten aan. En ondertussen houden we in de stad Groningen droge voeten. Heb je zin gekregen om zelf de onlanden te gaan verkennen? Kijk dan voor routes en tips op www.achtertuinvangroningen.nl. De volgende keer in de achtertuin van Groningen, middeleeuwse karresporen in het Noordlaarderbos.